De uitwerking van de oefentoets, hoofdstuk 5, beweging. Vraag 1a. Welke beweging heeft hij tijdens 1, 2 en 3? Nou, hier gaat hij versneld. Niet zomaar versneld, eenparig versneld, want zijn snelheid neemt gelijkmatig toe. Hier eenparig en hier eenparig vertraagd, want de snelheid wordt gelijkmatig minder. 2 punten, 1 punt eraf per fout. De afstand, de eerste 2 seconden, S is V gemiddeld keer T. Je gemiddelde snelheid zit tussen de 3 en de 0 in, dus 1,5. Keer T is 3 meter. Je kunt ook het oppervlak bepalen. 2 keer 3. En dan de helft van is een driehoek, is 3 meter. Dat is de afgelegde afstand. De versnelling, de eerste 2 seconden, is A is V eind, min V begin, 3 min 0, gedeeld door 2. 1,5 meter per seconde in de kwadraat. Dus elke seconde gaat die 1,5 meter per seconde harder. Nou, hoe hoog ligt de 10e verdieping? Dan is die boven. Ik wil erbij staan, de lift gaat naar de 10e verdieping. Dan heb je hier een oppervlak, hier en hier. De oppervlakte van de driehoek, rechthoek en driehoek is net verschenen. Als je die 3 optelt, kom je uit op 28,5 meter, afgerond 29. De gemiddelde snelheid is de afstand gedeeld door de tijd. Dus die 28,5 meter mag je delen door 11 seconden. En dan heb je de snelheid in meter per seconde. Doen keer 3,6 heb je kilometer per uur. Met 2a blijft de snelheid gelijk, want de nette kracht is 0 newton. Dus op het moment dat de stuwkracht en de wrijvingskracht even groot is en hij beweegt dan naar links, dan heeft hij een constante snelheid. Als de stuwkracht nou met 20 newton toeneemt, nemen de wrijvingskrachten uiteraard ook toe, dus meer luchtwrijving dan. Bij C, als de wrijvingskracht groter is dan de stuwkracht en hij beweegt naar links, dan zal die vertragen. En er is naast luchtwrijving en wrijving bijvoorbeeld in de tandwielen nog een derde kracht en dat is de rolweerstand. Die kracht blijft trouwens wel altijd gelijk, of je nou hard of zacht gaat, want die hangt af van de vervorming van de banden. Als je de formule hebt, A is delta V gedeeld door delta T, kun je die omschrijven naar V eind is V begin plus A keer T. En dat is de formule die we hier nodig hebben. De motorrijder rijdt 20 meter per seconde, 72 gedeeld door 3,6. En elke seconde gaat hij 3 meter per seconde harder. Dus na 1 seconde 23, dan 26, 29, 32. Je kunt je formule invullen. De eindsnelheid is de beginsnelheid, 20, plus A keer T is 32 meter per seconde. Als je een vel papier snel wegtrekt, blijft het bekertje koffie staan. Door de traagheid, massa is namelijk traag. En dan is er tijd nodig om de massa van beweging te veranderen als er een kracht op werkt. Als er nou minder in zit, valt het wel om, omdat er minder traagheid is, zal die al bij een kleinere kracht omvallen. De versnelling van de auto. Nou, de resulterende kracht is 2000 min 500, 1500 newton. De massa is bekend. Dan kun je de formule F resulterend is M keer A gebruiken. Je schrijft hem om. Na A is F resulterend gedeeld door M. En je komt uit op 1,5 meter per seconde in het kwadraat. Op het moment dat de wrijving 300 newton groter wordt, dan is de resulterende kracht 2000 min 800, 1200 newton. En dan wordt je versnelling kleiner, 1,2 meter per seconde in het kwadraat. De versnelling die auto hier kreeg door de botsing, hij staat in het begin stil, dus je beginsnelheid is 0. Je eindsnelheid is 72 gedeeld door 3,6 en je tijd is 1/100ste seconde. Je krijgt dus een hele grote versnelling, en dat zal dodelijk zijn, 2000 meter per seconde in de kwadraat. Dan kun je zeggen de resulterende kracht is m keer a, je massa, keer die versnelling, is 2.600.000 newton, 2,6 meganewton. Voldoet de auto aan de APK? Nou, je kunt je versnelling uitrekenen. De eindsnelheid is stilstaan, de beginsnelheid in meter per seconde, dus deel hem 100 door 3,6 en de tijd is bekend. En dan heb je een versnelling van min 5 meter per seconde in kwadraat, vertraging van 5 zeg maar. Hij moet minimaal 5,2 zijn, dus hij remt niet hard genoeg af. Reactietijd hangt af van drank, drugs, telefoongebruik onder andere.
roken. De reactietijd kunnen we aflezen. Die is 1 seconde, want na 1 seconde gaat hij remmen. Daar wordt de snelheid minder. De reactieafstand kun je doen met S is V gemiddeld keer T. Hier heb je 15 meter per seconde, als je deelt door 3,6, keer 1 seconde. Dus je kunt dit oppervlak bepalen. Deel hem wel door 3,6, omdat deze een meter per seconde moet. Of S is V keer T. De remweg is dan het oppervlak van de driehoek, die we hier hebben. En dat is 15 keer van 1 tot 3,8. 2,8. En daar de helft van heb je het oppervlak van de driehoek. De stopafstand is dan de reactieafstand plus de remweg samen. Dus die 15 plus die 21 is 36 meter. Zo kun je je cijfer uitrekenen als je klaar bent voor de toets.